Ja, er is vanmorgen geconstateerd dat waarschijnlijk door een technisch probleem er ergens in dit weekend een hele kleine druppellekkage van het chloor is ontstaan. De medewerkster van het zwembad heeft bij het openen dat geconstateerd, meteen de boel afgesloten en de betreffende diensten gealarmeerd. We hebben ondertussen de lekkage gestopt, zijn nu aan het ventileren en het spoelen. Dus het grootste probleem is al voorbij.